Hartelijk welkom bij de Mega 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 Cartoon Network Show. En die komt vandaag weer vanuit de kleinste studio ter wereld. Waarom? Omdat onze producent Luca slecht is in rekenen. Helemaal niet. En hier is jullie gastheer, een man op wie je ook niet kunt rekenen, Mr. Bob Host. Ik snap het. Dan heb je waarschijnlijk de grootte van de studio ook expres verkeerd berekend, toch? Nou ja, misschien ben ik meer het type voor geestige wetenschappen. Hartelijk welkom bij weer een aflevering van onze show. Laten we eens kijken wie er vandaag meespeelt. Dit is Antonina. Ze is 10 jaar oud en zij kan wel tellen. En het mooiste is... haar lievelingsserie is Gumball. Oh nee. En de superprijs van vandaag is een zak knikkers. De kandidaten moet 30 punten halen. Nou goed, dan is er vandaag huiswerkbegeleiding op de Elmore High School door professor Dr. Lucroft. Op de school van Gumball? Nou, ik weet niet zo zeker of dat een goed idee is. Trigonometrie voor gevorderden. Trigonometrie voor gevorderden? Dat klopt, ja. Nou, dat is niks voor mij. Papieren vliegtuigjes aanval. Dat klinkt al veel beter. Hey, wat is er met mijn trigonometrieles gebeurd? Ik heb geen idee. Misschien is die les wel gillend weggerend. Ze was bang en ze verstopte zich op de wc. Oké, Antonina, gooi zoveel mogelijk vliegtuigjes door de ring. Beginnen maar! Hè? Maar wat is er nou voor grote ring? Zo is er toch helemaal niks aan? Oh, maar Antonina is wel heel blij met haar eerste treffer. Ja, dat gaat allemaal van je tijd af, lieverd. En de tweede weer raak. Heel erg knap. Heel erg knap. Dan gaat er weer... En de derde gaat er gewoon naast. Hoe krijgt ze het voor elkaar? De rest moet er toch doorheen. Heel goed, Antonina. Dat was nummer 4. En nummer 5. Ja, zo is er natuurlijk echt niks aan. Dat kan mijn tante ook. En die is blind. 8 punten. 8 punten voor Antonina. Nou, dat was dus niet echt heel moeilijk. We hebben weliswaar de kleinste studio, maar ook de grootste ring die er is. Ach, ik bied graag je helpende hand. En sinds wanneer is dat? Raak juf Simeon. Gewoon voorlezen wat de hoofdprofessor dokter op de kaart heeft gezet. Duidelijk. In dit spel probeer je juf Simeons rug met een blaaspijp te raken. Zoiets totaal belachelijks heb ik nog nooit gehoord. Je krijgt 1 punt per treffer. Ben je klaar? Start hem maar! Dit is duidelijk een van mijn lievelingsspelletjes. En zo te zien ook van Antonina. Antonina lijkt geoefend te hebben om haar juf te raken met balletjes. Want dit heeft ze duidelijk eerder gedaan. Het gaat gesmeerd, de een na de ander. Zelfs Luca wordt geraakt. Ook goed voor hem, wordt hij hard van. Oh, helaas, die was mis. Nog een punt. Ze herstelt zich, gelukkig. Heeft ze nog tijd voor een laatste treffer? Oh, nee, helaas. 8 punten. Met een blaaspijp om kunnen gaan hoort toch bij de belangrijke zaken in het leven. Ja, net zo belangrijk als op tijd dekking zoeken. We komen nu bij de beruchte bonusronde. Lineaal song. Het is tijd om een beetje muziek te maken. Dat is een lineaal. Sinds wanneer is een lineaal een muziekinstrument? Sinds nu dus. Gebruik de lineaal om de titelsong van Gumball te spelen. Oh, wat is dat nou weer voor een stom spelletje? In de bonusronde tellen we geen punten. Je krijgt een extra prijs aan het eind van de show. Ben je klaar? Spelen maar! Het is de kleinste basgitaar ter wereld. Zoveel lol heb ik niet meer gehad sinds mijn oom zijn toepetje met een föhn in de fik stak. Ik dacht dat jouw oom kaal was. Voedselslag. Dingelingeling, middageten. Antonina, schiet zoveel mogelijk noten in het schaaltje voor je. Ja, dit schaaltje. Hierheen. En begin. Oh, dit ziet er wel heel moeilijk uit. De eerste is meteen raak en de blijdschap is enorm. Oeh, jammer is. Antonina heeft in ieder geval heel veel lol in.
2 raak. Heel erg knap. 3 raak. Heel erg mooi. Ja, nu heeft ze de techniek volledig onder de knie. Alleen, ze is net iets te enthousiast. Oeh, weer raak. Heel erg goed. 5 punten al. Lukt het haar om een 6e nog binnen de tijd binnen te krijgen? Ja, heel erg knap. Weet je wat? Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik wel van noten hou. Die vent is niet te doen. Met je koppie. Eindelijk. Een echt academisch denkspel. Nou ja, nee. In dit spel moet je het doel verdedigen door alleen je hoofd te gebruiken. Klaar? Af! Antonina heeft er weer zin in. De eerste 2 ballen houdt ze tegen met een prachtige redding. Oh, maar helaas, de 3e gaat overheen. Goed gered. Heel erg knap van haar. Gelukkig draagt ze een veiligheidsbril, want ze krijgt de ballen recht in haar gezicht. Oh, en ook Luca wordt geraakt. En die draagt geen veiligheidsbril. Ja, dat zal pijn doen. Oh, er gaat nu iets mis met de veiligheidsbril. Levensgevaarlijke situatie ontstaat. Maar Antonina blijft heel rustig. En ondertussen wordt Luca gewoon nog een keer geraakt. Oh, 12 punten. Ah, een mooie kunst om te perfectioneren. Oh ja. Zeg Luca, die kleine voetbalwedstrijd heeft denk ik iets te veel van je hersens gevergd. Banana. Oké, laten we kijken naar het puntentotaal. Het zijn 34 punten. Woehoe! Gewonnen. Gefeliciteerd. In ons geval betekent dat fantastisch gedaan, toch? Luca, nog een afsluitend commentaar? Slaap, Gogo. Antonina? Je hebt je naar de overwinning geslagen, gevouwen en gelinealeerd. Daarmee heb je onze superprijs gewonnen. Een zak met knikkers. Gefeliciteerd. Oh, dat was ik bijna vergeten. De bonusprijs. Extra spruitjes. Dag. Voor vandaag zit onze tijd er helaas weer op. Maar kijk ook de volgende keer weer voor meer wilde, geweldige games in de kleine studio. Dag! Slaap, Google.